De 80-jarige oorlog Historisch Museum Den Briel is op zoek naar vrijwilligers op verschillende afdelingen. We zijn het Historisch Museum in Brielen. Wat is er zo bijzonder aan dit museum? Er zijn een paar dingen heel bijzonder aan het museum. Ten eerste is het gevestigd in de voormalige stadsgevangenis uit 1623 en het aangrenzende Waaggebouw. En het tweede bijzondere is dat het een museum is wat helemaal over de 80-jarige oorlog gaat. De 80-jarige oorlog Historisch Museum Den Briel. Zo heet het officieel sinds 31 maart 2012. Voor wie is het museum interessant? Nou, eigenlijk hebben we het museum zo ingericht dat het voor iedereen interessant is. Bijvoorbeeld ouders met kinderen, maar ook mensen die heel erg in de geschiedenis zijn geïnteresseerd. We hebben diverse lagen aangebracht in het museum, dus er zijn heel veel dingen te doen. Maar als je langere stukken tekst wil lezen, kan dat ook. Je kunt beneden ook dingen opzoeken in een computer. Dus eigenlijk is het wel voor iedereen interessant die meer wil weten over die 80-jarige oorlog, waarin Brielen natuurlijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Tot hoever gaat de historie in het museum? Nou, eigenlijk best wel ver, want we hebben ook een Brielse schatkamer en die gaat eigenlijk qua objecten die we daar laten zien terug tot een paar duizend jaar voor Christus. Maar het grootste gedeelte van het museum gaat dus over die 80-jarige oorlog. En dat begint in 1568. Wij beginnen ietsje eerder om ook de bezoekers uit te leggen wat er dan eigenlijk aan de hand is rond 1550, waardoor die 80-jarige oorlog kon beginnen. En die oorlog die duurt tot 1648. En het is niet zo dat we daar dan stoppen. We gaan er nog even langer door van wat gebeurde er daarna nog in de Nederlanden en Brielen in het bijzonder. Hoe gaat het op dit moment met het museum? Met het museum gaat het heel erg goed. We hebben sinds de herinrichting vorig jaar eigenlijk een verdubbeling van het aantal bezoekers. Zowel qua toeristen, maar ook qua schoolgroepen. En als organisatie zijn we heel erg afhankelijk van vrijwilligers. De schoolgroepen worden begeleid door museumdocenten, dat zijn vrijwilligers. Maar ook de openstelling van het museum wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, receptionisten en supposten. En zonder die mensen zouden we met het museum niet eens open kunnen gaan. Dus als het veel drukker wordt qua bezoekersaantal en aanvragen voor schoolbezoeken, dan hebben wij natuurlijk ook meer mensen nodig. Ook de rondleidingen bijvoorbeeld, daar is ook veel meer vraag naar. Dus we zoeken ook mensen die willen rondleiden. Verder hebben we een afdeling collectiebeheer binnen het museum. En we kunnen ook heel goed mensen gebruiken die mijn collega de medewerker collectiebeheer wil helpen met het onderhoud van de collectie bijvoorbeeld, maar ook met collectieregistratie. Er zijn echt heel veel werkzaamheden in het museum om te doen om het goed te kunnen blijven doen. Stel dat mensen nu enthousiast geraakt zijn door dit verhaal, waar kunnen ze solliciteren en meer informatie vinden? Nou, ik hoop dat ze zich in grote getale melden. Dat kan via de e-mail info@historischmuseumdenbriel.nl. En meer informatie kunnen ze vinden op de website www.historischmuseumdenbriel.nl. En je kan ook gewoon komen als bezoeker natuurlijk. Wanneer kan men langskomen dan? Dat kan 6 dagen in de week, van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 en op zondag van 1 tot 5.